Beste Roosendaler, we gaan beginnen met een nieuw collegeprogramma. En dat collegeprogramma is op een hele bijzondere manier tot stand gekomen. Wij noemen dat zij aan zij, oftewel samen met u als inwoner, samen met u als ondernemer, samen met u als gemeenteraadslid. En dat willen we in deze film laten zien. In de komende 4 jaar ga ik net als in de afgelopen 3 jaar ongelooflijk veel focussen op de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning in onze gemeente. Want dat is echt een groot probleem. Vooral bij jongeren. Jongeren dreigen makkelijk af te glijden naar de criminaliteit. Dat noemen wij de gouden roltrap. En dit collegeprogramma voorziet in het afbreken van die gouden roltrap. En daar ben ik heel trots op dat ons collegeprogramma daar aandacht aan geeft. Verder staat het collegeprogramma in het teken van preventie. Preventie om vooral te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit afglijden. Vooral om te voorkomen dat mensen de boot missen. En dat betaalt zich met name op de lange termijn uit. Ik ben er ongelooflijk trots op dat het ons gelukt is om Roosendaal en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid te krijgen. Want het is niet zomaar een programma. Het is een programma waarbij het Rijk voor de komende 20 jaar zich committeert om in Roosendaal een aantal dingen te gaan verbeteren. De onderwijsstandaard, de levensstandaard, de armoedestandaard zijn allemaal onderwerpen waarbij wij als gemeente, dus college, inwoners, gemeenteraad, maar ook het Rijk, de Rijksoverheid, gezamenlijk aan de slag gaan om verbeterplannen in te dienen. Met als doel om over 20 jaar de standaard van Roosendaal op te trekken naar het nationaal gemiddelde. En dat is ongelooflijk belangrijk. Ongelooflijk belangrijk voor de toekomst van Roosendaal. We gaan investeren in de toekomst voor stad en dorp. We gaan investeren en ruimte creëren om te wonen. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. We gaan voor een stad waar het goed is om oud te worden en waar we voldoende kunnen investeren in ons voorzieningenniveau. Kortom, we gaan voor de stad, voor onze toekomst. Als college investeren we in een schone, hele en veilige buitenruimte. We investeren in het klimaat en de aanpassingen die daarvoor nodig zijn, om zowel hitte als water tegen te gaan. We investeren als college in het belevend onderhoud, zowel voor het groen, het grijs, als dus ook het blauw. De komende 4 jaar ga ik me bezighouden met de versnelling van de energietransitie en de klimaatadaptatie. En dat is nodig omdat de aarde warmt in snel tempo op. Dus we moeten aan de ene kant zorgen dat we van gas en kolen afkomen. En aan de andere kant moeten we zorgen dat we de gevolgen die we nu al zien van droogte en extreme regenbuien, dat we die ook gaan tackelen. En dat doen we met vergroening en het opvangen van regenwater. En dat doen we voor onszelf, voor onze kinderen en voor hun kinderen. We gaan ook in het buitengebied aan de slag met natuur, landbouw en stikstofuitstoot. En dat gaan we samen doen met onze inwoners en onze boeren. 15% van onze Roosendaalse jeugdigen leeft in armoede. Dat is natuurlijk een te groot cijfer. Daar willen we wat aan doen. Want ieder kind, iedere jeugdige heeft recht op gelijke kansen. Recht op gelijke kansen op het gebied van onderwijs, gezondheid, sport, cultuur, noem maar op. En daar willen we in Roosendaal voor gaan. Knappe koppen en gouden handen. Daar mogen we in de gemeente Roosendaal en in de hele regio West-Brabant trots op zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld aan sporttalenten die bij ons mogen schitteren. Maar ik denk ook aan de arbeidsmarkt. Want ook daar hebben we die talenten hard nodig. En willen we in Roosendaal ook die talenten de ruimte geven. We willen de gemeente Roosendaal nog aantrekkelijker maken dan dat die al is. Dit willen we doen door goede recreatieve voorzieningen te treffen, sportfaciliteiten aan te bieden, zoals de Wielen Experience en de Urban Sportspark voor jongeren. Door evenementen naar Roosendaal te halen. Ook willen we mensen laten genieten van de natuur die wij hier in Roosendaal hebben, zoals hier. En dit willen we allemaal doen, niet alleen in de stad en in de dorpen, maar ook in het buitengebied en in de hele regio. Door al dit te bereiken, hopen we door te groeien naar meer dan 100.000 inwoners als gemeente. In de gemeente Roosendaal willen wij bereiken dat iedereen prettig en veilig aan het verkeer deelneemt. Dit doen wij door onveilige situaties aan te pakken. Elke situatie vergt maatwerk en dat we kijken wat er nodig is. Zo bereiken we dat iedereen veilig van A naar B gaat. Als gemeente gaan we inzetten op een betrouwbare overheid. We willen dit zij aan zij met onze inwoners, maatschappelijke partners en alle organisaties gaan doen. Als gemeente komen wij onze beloftes na. En waar het nodig is durven we nee te zeggen, maar leggen we dit ook uit. Als college willen we ook werken aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurten en dorpen. Dit willen we doen samen met al onze partners
En we willen alle problemen die zich op het moment aan het opstapelen zijn in de wijk aanpakken. We gaan naar de inwoners toe, we zetten stappen en we versterken het buurtgevoel. We gaan bouwen aan het vertrouwen. Doen jullie met ons mee?